Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik weer op locatie. Ik ben op bezoek bij meneer Gerald van den Berg. Hij is de directeur-eigenaar van de Dokse Club en van het bedrijf De Vliegende Eend. Met hem gaan we praten over het bedrijf, maar ook over de perikelen die de laatste tijd zijn ontstaan rond de lading van het bedrijf die op de haven is blijven liggen en een vonnis dat is uitgesproken, maar niet is uitgevoerd. En daarover gaan we dus praten met meneer Van den Berg. Meneer Van den Berg, goeiedag. Goedemorgen. Nou, welkom in gesprek met. Laten we beginnen bij, ik sprak over de Dokse Club en Vliegende Eend. Wat is Dokse Club en wat is Vliegende Eend? Nou, Dokse Club is eigenlijk een handelsnaam die we ooit hadden bedacht omdat wij in de doksenhandel gingen. Achteraf is dat nooit een goede naam geweest, omdat er in het buitenland je toch geassocieerd wordt met een ander soort club. Nou, in 2010 was het heel moeilijk om een NV te openen. Toen hebben wij onze huidige BV die we in Nederland hadden, hebben wij een naamswijziging laten doen naar De Vliegende Eend en die hebben we in Suriname ingeschreven. Dus De Vliegende Eend, BV, is eigenlijk het bedrijf waaronder Dokse Club valt. Oké, dus eigenlijk moet Dokse Club niet meer gehanteerd worden, die naam? Nee, wij zijn ook al langer gestopt met doksen. De vraag is een stuk minder. Het is heel duur geworden voor de mensen. En daarvoor hebben wij ook het Kippie-project zeg maar, in het leven geroepen. En daar is een officiële vennootschap van. En we zijn nu hier bij uw bedrijf, indrukwekkend ziet het eruit. Wat speelt er nu ten aanzien van de ladingen en een vonnis door de rechter uitgewezen en niet uitgevoerd, zegt u door LVV. Kunt u ons even terugbrengen? Nou ja, er is een vonnis geweest over vergunningen. De rechter spreekt duidelijk over een meervoud. Dat de lading die op de haven stond en de ladingen die reeds zeilende waren, dat die moet worden afgegeven. En dat is ten dele gebeurd. Alleen de lading die destijds op de haven was, die is afgegeven. En de lading die de 26e is binnengekomen en die dit weekend is binnengekomen, zijn allebei geweigerd. Nog steeds. En wat is de reden van de weigering? Dezelfde excuus als met de eerste lading. Insleep vogelgriep, daar is men bang voor. Dus ondanks het vonnis, dat wij het zo lezen dat het wel bij het vonnis hoort, weigert LVV om daar gehoor aan te geven. Maar het staat in het vonnis dat, we kunnen even meelezen, veroordeeld gedaagde tot het betalen van een dwangsom van €20.000 voor iedere dag waarop hij in gebreken blijft. En dat is nu in uitvoering gegaan? Jawel, dat loopt op. Alleen ik heb daar weinig aan. Het is niet alleen dat ik schade heb, maar natuurlijk al de kwekers die op ons vertrouwden en kuikens zouden krijgen, die hebben daar natuurlijk ook schade van. En die mensen hebben daar weken achter elkaar geen inkomen, want ze hebben geen kuikens, ze hebben geen kip. De €20.000 die is toegewezen, moet ik nog wel zien te krijgen. Want ik kan natuurlijk achteraan aansluiten in de rij. Ja. Wanneer u praat over zo'n lading, over hoeveel, over wat praten we? Eieren of kuikens? Of waarover gaat het en hoe groot is die lading? Broedeieren. Het is een lading. Ik meen de eerste is iets van 114 dozen. En de tweede lading die nu is binnengekomen is 140 dozen. Dus dat is zeg maar een 50.000, 60.000 eieren. En daar de lading nu niet is afgegeven, wat gebeurt er dan? Ja, je kan ze nog een paar dagen bewaren, zeg maar, aan de haven, onder koeling. Wij hopen dat we nu morgen de datum hebben voor het kort geding. Vandaag de datum krijgen. Dan zou de nieuwe lading nog gered kunnen worden. De lading die er al een week staat, daar zou je drastisch minder uitkomst van hebben. Nou, het is nog niet, het staat nog niet vast dat al die eieren nu al verrot zijn. Nee, maar u moet zien, ze zijn 2 weken onderweg, 16 dagen. Ze staan nu al een week op de haven, dat is 23 dagen. Je tart wel de redelijkheid en billijkheid met broedeieren, wat mogelijk is. Dus als wij ze kunnen uitbroeden, dan denk ik dat er nog maar 50% uitkomt.
Nou, dat is echt schade voor uw bedrijf. Ja, en nogmaals, niet alleen voor mij. Mijn klanten, al onze kwekers. En dan speelde ook een andere kwestie, waarbij ik heb begrepen dat andere kippenkwekers eigenlijk vinden dat u een beetje oneigenlijke concurrentie in een andere positie hebt gewerkt. Is dat zo? Doet u aan oneigenlijke concurrentie ten opzichte van andere kippenkwekers? Nee, ik begrijp niet, want wij kweken geen kip op dit moment. Wij verkopen alleen kuikens. Dus u zult zich iets beter moeten verklaren. Nee, ik heb begrepen dat meneer Hilversum, die heeft aangegeven dat eigenlijk u een beetje ze in de wielen rijdt. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, wij zijn nu iets meer dan een jaar bezig met broedeieren. En nu moeten we maar afwachten hoe dat verder gaat, maar ook de aantallen die wij al hebben, dat zal de concurrent niet leuk vinden. Dat klopt. Wij hebben bestellingen gehad, die zouden wij deze week doorgeven, van 63.000 kuikens per week. Dat zijn 80.000, 90.000 eieren. Dat is 30% van de omzet in Suriname. Dat is, er is nog ruimte. Ja, maar de koek die wordt verdeeld. En als de koek eerst werd verdeeld met mijn collega's het meeste gedeelte, de grootste hap. En er komt een nieuwkomer van de berg, die pakt ineens 30% van die omzet. Ja, dan heb ik gemerkt dat andere elementen, andere krachten gaan spelen. Ja, ja, ja. Maar u zegt, voor u is het business. Nou ja, kijk, wij proberen de kipprijs naar beneden te krijgen. He, dus wij denken aan de massa, daardoor een lager tarief. Door ons is die prijs staat onder druk. En daardoor zie je een goede concurrentie ontstaan, dat die prijs laag blijft. Ik kan u verzekeren dat het dadelijk over is. Die prijzen gaan weer omhoog. Die gaan heet weer omhoog. En waaraan ligt dat dan? Want ook was er een tijdje sprake van een schaarste. Ja. Er zal nu weer schaarste zijn. Ik bedoel, wij zijn er tussenuit gevallen. Dus er is nu al schaarste. Ik weet dat mijn kwekers aan het bellen zijn geweest om kuikens te kunnen kopen. En dat er niet is. Wij hebben geprobeerd uit Guyana te halen. We hebben daar goede overeenkomsten met de GLDA. Wij leveren daar, zeg maar, dokseieren. Maar kippeneieren, die hebben ze niet. Zij halen het ook uit Amerika. En er is een ernstig tekort. We hebben nou pas weer wat mails ontvangen. Ook over hatcheries in Florida. Er is gewoon een gigantisch tekort aan broedeieren. Dus als Guyana al niet voldoende eieren kan krijgen, wij kunnen ze niet krijgen in Amerika, dan zijn de huidige broederijen in Suriname, die krijgen ook niet voldoende. Dus er gaat gewoon een tekort komen. Heeft dat ook te maken met die vogelgriep? Uiteraard. Kijk, in 2021 is er natuurlijk een grote vogelgriep geweest. Er zijn heel veel beesten wereldwijd afgemaakt. En het duurt normaal 2 jaar voordat een broederij weer op het volle sterkte is. Je moet elk half jaar laaien nieuwe moederdieren komen. Nou ja, dan ben je 1,5 jaar verder voordat je op volle sterkte bent. En nu dan weer vogelgriep. Het is gewoon wereldwijd een tekort. Maar wordt dat niet ingecalculeerd? Want ik heb begrepen dat Holland vaker, tenminste Europa vaker, daarmee geconfronteerd wordt. Ja, Europa heeft al 12 jaar lang importeren wij eieren. En al 12 jaar lang is daar vogelgriep. En 12 jaar lang mochten wij gewoon de eieren importeren. Wel met de gezondheidscertificaten, conform de OIE-regels. En we hebben 12 jaar lang nooit problemen gehad. En wat is het nu dan? Het verschil is dat we nu in kip zitten. En vroeger in doks. Oh, in doks, oké. Dus met dokseieren hadden wij geen concurrenten. Althans, die waren, zeg maar, politiek niet sterk, laat me het zo zeggen. Wij zitten nu een jaar in de kippeneieren. En boy, de hele wereld valt hier in Suriname over me heen. En er komt de president aan de pas. En assembleeleden en rechtbanken en advocaten. Wij zijn slecht, we willen het vogelgriep naar binnen brengen. We doen het al 12 jaar, conform de wettelijke regels. En nu ineens vindt LVV dat niet goed. Mm,
Daar zou ik op komen van. LVV beroept zich erop dat zij gaan voor de volksgezondheid. Dat staat bij hun hoog in het vaandel. Dus het is alsof u daar geen rekening mee houdt. En alsof u wilt zollen met onze volksgezondheid. Ja, dat wil ik zeker niet. Ik vind het ook een beetje hypocriet van LVV. Ik bedoel, laten we eerlijk zeggen, de directeur van de veterinaire dienst, meneer Tjotkan, heeft letterlijk tegen ons gezegd, en we hebben die stukken ook aan de rechtbank overgegeven, het staat op band dat de afspraken of de regels die zijn voormalige directie heeft gemaakt, die op die functie zat, van 90 kilometer afstand, hè, dat de vrije zon is, dat niet reëel is. En als hij op die plek zou zitten, dat niet zou gebeuren. En hij verklaart ook, staat op band, dat zelfs meneer Wilnis erover is gesproken en geraadpleegd. En hij was het ook niet eens met de regels die de vroegere hoofdveterinaire dienst had gemaakt. En nogmaals, dat is in 2021 gebeurd, het eerste jaar dat wij met kip aankwamen. Maar laten we nou eens teruggaan naar vogelgriep. Ja. Daar gaat het om. Niemand wil vogelgriep in het land hebben. Daar zijn wettelijke regels voor. Het is wel zo dat elk land autonoom is en elk land mag bepalen of ze eieren willen uit een bepaald land. Als voorbeeld geef ik aan of Turkije nou vrij is van vogelgriep of niet, er komen geen Turkse eieren over het Europees grondgebied. Dus ook al wil ik eieren hebben uit Turkije naar Suriname, wat wel zou mogen, dan moet ik ze direct kunnen transporteren van Turkije naar hier, maar niet via Schiphol. Daar gaat het niet. En er is ooit iets gebeurd met Turkije, met vogelgriep. Ze hebben zich niet aan de regels gehouden. Dus heel de EU heeft Turkije apart gezet. Nou, nu met vogelgriep heb je richtlijnen. De OIE-richtlijnen. Ik moet u zeggen, in Suriname is die wet verankerd. De OIE-richtlijnen zijn verankerd in de Surinaamse wetgeving. Daar staat in, als er vogelgriep is, dat waar de eieren vandaan moet komen, de zone moet vrij zijn. En men spreekt bij de OIE over een 10 kilometer zone. Ze spreken niet over een land, want dan zou het kunnen gebeuren dat je op België vogelgriep hebt, net 100 meter over de grens, en dan komt het uit Nederland. En dan zou het wel mogen, als je over het land spreekt. Dus men heeft bewust gekozen voor een zone, waar die ook is. Dus ook al is de vogelgriep in België, die zone moet 10 kilometer zijn. En als dat dan toch nog in Nederland komt, het zij zo, zone. Nou, daar zijn studies over gedaan. Dat wil zeggen, binnen 1 kilometer van de farm wordt alles geruimd. In 3 kilometer wordt onder quarantaine gezet. En van 3 tot 10 kilometer, dat mag alleen in eigen land worden gebruikt. En buiten de 10 kilometer mag verkocht, verhandeld, geëxporteerd. En daar voldoet Nederland aan. Nederland heeft natuurlijk een hele sterke NVWA, waar denk ik LVV op jaloers is. Ja, en laat ik het zeggen, er zijn in Nederland 850 farms. En er zijn 2700 inspecteurs bij de NVWA. Dus voor elke farm zijn er haast 3 mensen in dienst. Ze betalen 174 miljoen euro per jaar aan loonkosten uit. Buiten de autokosten en andere kosten. Dus de NVWA is een hele sterk bedrijf in de Nederlandse overheid. Vandaar dat, ondanks de vogelgriep, Nederland wereldwijd exporteert broedeieren. Er is zoveel vraag, we kunnen het niet aan. Normaal zou een prijs van een ei, als de vogelgriep is, niks meer waard worden. Die zakt dan naar zeg maar 10 cent, 8 cent. Hij staat nou gewoon op 30 cent. Dus het is ongelooflijk duur, Nederlandse broedeieren. Dus met de veiligheidscertificaten erbij, dat het gegarandeerd vrij is van vogelgriep, willen wij die eieren, zoals we het al 12 jaar doen, importeren in Suriname. Die eieren zijn vrij. En ik moet u ook zeggen, je kan geen besmet ei uitbroeden. Dus als mensen bang zijn, er komen daar de kuikens met vogelgriep en dan wordt het verspreid, dat kan niet. Een ei wat besmet is, er komt geen kuik uit.
Dus je kan nooit door middel van de kuikens de besmetting in Suriname brengen. En dan vraag ik, denkt u nou echt dat Nederland zoveel export doet, zijn naam te grabbel zou willen gooien voor die paar eitjes die naar Suriname gaan, te grabbel op het wereldtoernooi zou willen gooien? Denkt u dat? Nee. Haast niet. Nee. Haast niet. Als we nou naar Amerika kijken, op dit moment is daar ook in Florida vogelgriep. Maar in Amerika hebben we 235.000 farms, maar er zijn maar 7.800 mensen bij de Amerikaanse NVWA. Dus dat wil zeggen, elke arbeider bij de Amerikaanse NVWA, zo makkelijk zeggen, die moet 35 farms in de gaten houden. Dat gaat niet. Dat is een heel groot verschil. Zij roepen ook op de kranten op van als je een vogelgriep constateert, meld het. Want zij hebben de mensen niet. Alle meldingen die nu zijn gedaan, staat op internet, zijn allemaal door jagers gevonden. Omdat ze zelf geen mensen hebben. Dus als we dan toch eieren moeten importeren, en nu importeren we wel uit Amerika, terwijl er ook vogelgriep is. Aha. En die? En die mogen gewoon naar binnen komen. Maar ja, daar is de concurrent die ze daar vandaan haalt. Wij hebben ook gebeld om ze daar te kopen. Te weinig broedeieren. Men kan niet leveren. Ook de huidige importeurs, mijn collega's, laat ik het zo zeggen, kunnen niet voldoende eieren krijgen. Maar ze importeren wel. En daar is, ook in Florida, op dit moment vogelgriep. Maar laat ons even terugkomen naar Suriname. Zijn er geen kippenkwekers hier die eieren hebben om de Surinaamse markt te voorzien? Ja, er is er één. Dat is Hillies. Die heeft zijn moederdieren. Beperkt, hij heeft niet voldoende. En die kuikens brengt hij op de markt. Maar ook, kijk, dat is een heel andere werkwijze. Daar zitten ook gevaren aan. We weten allemaal dat een aantal maanden geleden zijn er ook veel ziektes uitgebroken in de farm van Hillies. Hij heeft er heel veel dood moeten maken. De kwaliteit van een Nederlands broedei staat heel hoog aangeschreven. Heel veel klanten, kwekers, willen ook een buitenlands kuiken en geen lokaal kuiken. Waarom? Is dat niet een beetje discriminatie naar het eigene toe? Oké. Je kan pas een kwalitatief goed kuiken kweken als je het ei gebruikt van een moederdier vanaf zeg maar 30 weken. Maar die kip, die begint al te leggen bij week 20. Nou, wat doen ze nou met die 10 weken eieren? Logisch, die gooien ze hier in de broedmachine. Daar komt een kuikentje uit. Kuikentje is alleen kleiner, is lichter. Dus als je een broedei wil hebben vanaf week 30 tot en met zeg maar week 50... dat is de beste kwaliteit die je kan hebben. En die krijgen wij. En die importeren wij uit het buitenland. Wil ik eieren hebben van hele jonge moederdieren of hele oude, dan geldt er een heel andere prijs voor. Maar hier kan je niet kiezen. Want hij heeft nou eenmaal die eieren. En die gaan toch in de broedmachine. En die gaan toch naar de klant. En dan heb je klanten die klagen, die zeggen, ja, kuiken groeit niet hard genoeg. Dat is dus de reden. Dat is een beetje de reden, ja. En we gaan nu een beetje inzoomen op uw bedrijf. Hoe lang, u zegt in 2008 bent u gestart hier in Suriname? Ja, ik ben 2008 met mijn vrouw, die van Surinaamse afkomst is, zijn we hier aangekomen. En we zijn eigenlijk 2010, 2011 met het bedrijf begonnen. En het was een bedrijf dat al in Nederland was, nee? Oké, hoe kwam u dan op het initiatief? Ja, eigenlijk in 2011 was het idee, zullen we in de kip gaan, hè? Want ons huis was af en een hele groot terrein. En toen heb ik gezegd, nee, kip, heel de wereld doet een kip, dus ik ben in Docks begonnen. Iedereen weet hoe dat is gegaan met de CARICOM en de COTET meetings. Dat heeft natuurlijk 5 jaar geduurd voordat wij de exportvergunning hadden. Ja, want daar had u ook een aantal problemen mee, hè? Ja, het is niet makkelijk om dingen voor elkaar te krijgen. Het is ons gelukt uiteindelijk.
je merkt gewoon, als je iets voor elkaar wilt krijgen wat er nog niet is, ja, dan ga je tegen schenen aanschoppen. In het begin zijn ministers nemen de telefoon aan en zeggen ja, dat gaan we voor elkaar krijgen. Maar dan wordt het toch allemaal wat moeilijker en het duurt wat langer. Dan zijn ze wat moeilijker bereikbaar. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Want die kon je ook niet exporteren naar het Caribisch gebied. Ja. We hebben wel geëxporteerd. Uiteindelijk is dat voor elkaar gekomen. En toen kregen we in 2016, 2017 de devaluatie. Wij hebben twee keer naar Trinidad geëxporteerd. Barbados hebben we geëxporteerd. Maar in 2016, 2017 devaluatie. In Suriname werd de dox duur. En dat is toen met corona nog een keer gebeurd. Dus er is nu voor ons geen handel meer in dox. Laat ik het zo zeggen. Dat is het is er niet meer waard om 20.000 eieren te kopen, te transporteren naar Schiphol, een hoop transportkosten, 60, 90 ton voer te investeren, dat ze groeien en vervolgens liggen ze een jaar in de vriezer. Dat heeft geen zin. Dus we hebben de omschakeling gemaakt naar kip. Maar u heeft dox niet helemaal losgelaten. Nu is het op een kleinere schaal of? Nee, we hebben helemaal geen dox meer. Helemaal geen dox meer. Nee, helemaal geen dox meer. En wij zijn nu bezig om een partij moederdieren, zeg maar, te verkopen aan Guyana. Daar zijn we mee in onderhandeling. Dus dat doen we nog wel. Maar in Suriname is dat helemaal nul. Betekent het dat we straks helemaal geen dokse vlees meer zullen krijgen? Of zijn er wel andere opgezet? Nou, er zijn natuurlijk. U kunt nog wel dokse vlees zoals vroeger. Hè. Daar kunt u een doks kopen en daar ziet u een bordje dokse te koop. Maar voor als bedrijf, kijk, je moet er toch zeg maar 4.000, 5.000 per maand verkopen. Anders is het niet rendabel. Nou, en daar kom je niet meer aan. Daar kom je echt niet meer aan. Dus vanaf wanneer bent u echt overgestapt van dox naar kip? Is nu een jaar geleden. En u zegt, COVID heeft natuurlijk zijn uitdagingen gehad voor het bedrijf. Ja, zeer zeker. Mm-hmm. Hoe bent u daarmee omgegaan? Het was natuurlijk het grootste probleem om eieren te krijgen. De vliegtuigen die kwamen niet meer elke dag naar Suriname. De prijzen gingen drastisch omhoog, transportprijzen. Dus toen hebben wij een test gedaan om het te doen met een koelvriezer, zeg maar, om de eieren hierheen te halen. Daar zijn we lang mee aan experimenteren geweest. En daar zijn we op de duur uitgekomen. Dat ondanks dat die eieren 16, 17, 18 dagen onderweg zijn, dat we toch nog een hatch hebben van een 80%. We moeten alleen twee keer broeden. En met de machines die wij hebben, is dat mogelijk. En dat gaf ons een voorsprong ten opzichte van de andere broederijen die niet twee keer kunnen broeden. En dat was onze redding. Dat is ongelukkig. En dan nu teruggaand naar deze kwestie, het vonnis. En u gaat opnieuw een kort geding aanspannen? Ja, we hebben dat vrijdag ingediend. Ik hoop dat we vandaag te horen krijgen wanneer dat zal dienen, dat kort geding. En dan is het voor ons erop of eronder. Wij zullen definitief uit Suriname vertrekken als wij geen continuïteit hebben met het bestellen van onze eieren. Met dit wat u allemaal hier heeft opgezet. Want hoeveel mensen, hoeveel werknemers zijn in dienst? 19 stuks hebben wij. En wat betekent dat dan voor hun? Want u zegt het hangt nu af daarvan, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben een vonnis dat we het mochten importeren wat onderweg is. Maar wat nog belangrijker is, we moeten een vonnis hebben dat we continu mogen importeren. Wel conform de regels. We hebben zelfs testen gekocht om die eieren te testen op AI. En de overheid weigert die te gebruiken. Het is gewoon een machtsspel geworden. Wij kunnen aantonen dat ze vrij van vogelgriep zijn. De eieren die nu op de haven zijn, die komen ook van een farm die tot op heden nog niet besmet zijn. Dan weet je net helemaal zeker, wat wil je nog meer? Maar het is gewoon een machtsstrijd aan de gang. Waar mijn
collega-broederijen in betrokken zijn. Maar dat is eigenlijk een beschuldiging. Heeft u bewezen? Nou ja, dat is... Natuurlijk moet ik daar heel voorzichtig mee zijn. Maar ieder verstaande heeft een half woord nodig. Hoe is het mogelijk dat we 12 jaar lang kunnen importeren? 12 jaar lang geen problemen. En we zitten 1 jaar in de kip en er zijn heel veel problemen. Hoe verklaart u dat? Misschien omdat ze zeggen dat er een verschil is natuurlijk tussen doks en kip. En... Nou, ik zou zeggen, een doks is juist nog veel gevaarlijker. Omdat bij een doks je heel moeilijk kon constateren of die ziek is. En bij een kip zie je het gelijk. Dus je zou eerder een doks moeten blokkeren als kip. Ja, ja. En al deze zaken heeft u voorgelegd aan... Het ministerie... Nou ja, er is op dit moment geen gesprek meer mogelijk, heb ik begrepen, met de advocaat. En dat betreuren wij. Ja. Kijk, ik moet niet vergeten dat zelfs de president heeft natuurlijk een brief geschreven naar het ministerie om ons te faciliteren. Ja. Wel met de regels. De president is er ook mee gemoeid. Ja. En het ministerie doet dat gewoon niet. Zo. Maar als de president de opdracht geeft, moet dat toch uitgevoerd worden? Ja, nou, ik heb het hier, de brief. Zwart op wit, de president van de Republiek Suriname. Dus hij doet het niet. En u heeft het gevoel dat de concurrenten achter dit machtsspel zitten? Ja, er speelt natuurlijk toch veel meer. Dat kan toch niet? Anders, hoe kan ik anders 12 jaar geen problemen hebben gehad? En 1 jaar zit ik in de kip. En er zijn heel veel problemen. Ik bedoel... Toen we verleden jaar voor het eerst stil werden gelegd, toen werd er een eis gesteld van een zone van 90 kilometer. Waarom 90 kilometer? Ik bedoel, het is onderbouwd 10 kilometer. Dat is, daar zijn alle landen in de hele wereld OIE-regels mee akkoord gegaan. Dus als je als land daarvan af wil wijken, dan moet je dat onderbouwen. Moet je zeggen waarom. Er is nog wat, als je zelf grotere eisen stelt, moet je die zelf ook kunnen hanteren. Mm-hmm. Wij hebben geëxporteerd naar Barbados. Barbados stelde toen een Newcastle disease vrij zijn op een afstand van 50 kilometer rondom onze farm. Mm-hmm. Suriname kon daar niet aan. 50 kilometer is veel te ver, dat konden ze niet. Mm-hmm. Dus dat is ook in COTET en CARICOM besproken. En Barbados moest teruggaan naar de 10 kilometer. Mm-hmm. Omdat ook zij... geen 50 kilometer, als er een vogelgriep was, konden monitoren. Ja. Nou, dat is nu hetzelfde. Ze willen nu een zone van 90 kilometer. Maar als je 90 kilometer rondom Utrecht zet, ik weet niet of u een beetje bekend bent met de landkaart van Nederland, dan zit u bij Groningen, u zit in Duitsland, u zit in de Noordzee, u zit in België. Oftewel, je bent out of business. Mm-hmm. En als ik dan de gesprekken heb van meneer Tjotkan, die duidelijk zegt, wij zijn het niet eens met wat dokter Karg heeft gedaan, die 90 kilometer zone. En op het moment, hij zit daar en hij gaat weer precies hetzelfde doen. Hij is omgeslagen als een blad aan een boom. Dan zeg ik, er is wat meer aan de hand. Ja, ja, dan vraagt u zich af, maar heeft u met hem gesproken zelf? Zijn er gesprekken geweest eerder? In het begin, natuurlijk heb ik gesprekken met hem gehad, hele goede gesprekken. En we dachten, als hij daar zou zitten, zouden we geen problemen meer hebben. Dan zou het weer conform, we het al 12 jaar doen en er zou er niets aan de hand zijn. Want feit is, u houdt zich wel aan wet en recht. Het is niet dat u wilt doen wat u wil en eigenlijk een beetje voorkeursbehandeling wil. Ik moet u ook zeggen, het is zelfs zo dat wij in juli 2021... hebben wij aan LVV gevraagd, LVV, wij moeten dit probleem regelen, want volgend jaar komt er weer vogelgriep. Wij moeten afspreken hoe te handelen bij vogelgriep. Precies. Dat staat vast. Dan zijn we met een advocaat van het kabinet van de president, die is deelgenomen aan die gesprekken. Bij LVV op kantoor. Daar zijn afspraken over gemaakt dat LVV binnen redelijke termijn, wat betreft de afstandscriterium, ook door zou geven aan de NVWA in Nederland. Wij hebben na 1 juli 2021 meerdere keren is LVV erop geattendeerd. LVV is zelfs door het kabinet van de president gevraagd om het op te lossen.
LVV heeft niets laten horen. En nu is de vogelgriep en dan zeggen ze meneer Van den Bergen is eigenwijs. Nee, zij hebben mij willens en wetens in die positie gemanoeuvreerd. Ze zijn niet eerlijk en niet integer. Maar de gang naar de rechter is u niet vreemd. Hè? U bent eerder ook geweest in de zaak tegen Kirpelani. En dat heeft u gewonnen. Dus uw voordeel beslecht. Ja, die zaak hebben we gewonnen. Alhoewel de schuld nog wel blijft bestaan natuurlijk. Het is niet zo dat ik schuldvrij ben. En nu heeft onlangs Kirpelani een brief gehad om gesprekken aan te gaan met de CAF-IDB... zodat die helemaal wordt afbetaald. En dat ze het restant zouden investeren in het Kippie-project. Maar dat staat nu op losse schroeven. Met de import van mijn broedeieren, ja. Kijk, als wij geen eieren meer kunnen importeren, wil zeggen dat we geen inkomen hebben. Wij hebben hier 19 man in dienst, die moet ik salarissen betalen. Als ik geen inkomen heb, is dat gewoon niet mogelijk. Dat wil zeggen dat wij definitief gaan sluiten en ik zal vertrekken naar Nederland. Want sommige mensen die zeggen, ja, dat is gewoon bluf omdat u gedaan wil krijgen wat u wil. Maar u zegt, u bluft niet. Nee. Hoe zou ik het moeten blijven betalen? Ik kan de stroom nog ineens betalen. Ik kan het onderhoud hier niet betalen als ik geen inkomen heb. Dat is wel duidelijk. Het gaat niet. Ik bedoel, ik kan niet tegen EBS zeggen, wacht nog een maandje. Ze sluiten gewoon af. Ik bedoel, ik kan mijn personeel niet betalen. We hebben hier, denk ik, gauw een 300.000 SOD per maand vaste lasten. Ja. Gaat niet. En dat is allemaal ook meegegeven, waardoor de rechter tot dit vonnis kon komen. Ik zal u zeggen, wij zijn serieus al aan het inpakken. Ik hou me hard vast in de uitspraak, wij gaan definitief ga ik verhuizen terug naar Nederland. Ik heb geen andere keus. Maar wat betekent dat voor u? Want dat is dan weer gaan opbouwen daar? Of? Nou ja, ik ben 63 jaar, dus ik mag zeggen dat ik aan de pensioengerechtigde leeftijd zit. En, volgens Surinaamse maatstaven, niet Nederlands. Nee, in Nederland nog een paar jaar erbij. Maar daar kom ik wel doorheen, die paar jaar. Ik heb geen andere keus. Laat ik het zo zeggen. En misschien is het ook wel eens fijn om je bed uit te stappen en niet te hoeven denken aan rechtszaken en knokpartijen. En ik bedoel, als Suriname niet wil dat die sector gaat veranderen, het is trekken voor mij aan een dood paard. Ik ga definitief vertrekken en we laten de boel de boel. Laat ons dan hopen dat het niet zo ver hoeft te komen en dat deze zaken goed niet in het midden, maar dat die goed eigenlijk beslecht wordt en dat u niet hoeft te vertrekken uit Suriname. Tuurlijk, het zou voor iedereen het beste zijn. Het signaal naar buiten is niet goed. Voor mij is het ook niet leuk. Ik bedoel, als ik weer naar Nederland moet en ik laat hier alles de boel. Het is natuurlijk mensonterend wat hier staat en binnen 2 jaar groeien de bomen door het dak heen. Ik bedoel, maar ze mogen mij zeggen hoe ik het anders moet doen zonder inkomen. Het gaat niet. Het gaat echt niet. U zegt, als die lading wordt vrijgegeven, dan hebt u lekker uw inkomsten en dan kunt u gewoon verder gaan met uw bedrijf. Zoals de president heeft gesteld in zijn brief, er moeten regels komen van LVV, rekening houden met een belangenafweging tussen enerzijds belang van de gezondheid en anderzijds zoveel mogelijk in stand houden en bevorderen van het ondernemerschap. Dat heeft de president heel netjes verwoord in zijn brief. En ondernemerschap hebben we nodig. Suriname zit in een gigantisch probleem. Alleen de ondernemers kunnen het land uit het slop halen. Zonder meer. Men praat altijd over productiviteit en productie moet op gang gebracht worden. Dit is een voorbeeld, hè? Het is een heel groot voorbeeld. En ik zeg, wij zitten nu 12 jaar. Tuurlijk zullen er collega's zijn die hard gaan lachen, een concurrent minder. Maar hun betalen de rekening niet. En het gaat niet om mij, het gaat om al die boeren. Dan zal er nooit wat veranderen in die kipsector. Er gaat echt nooit wat veranderen. Dan het zij zo. Nou, meneer Van den Berg, dan moet ik rest mij
toe om u succes toe te wensen. En hopende dat het echt in uw voordeel komt, deze uitspraak. Of het vonnis dat nog uitgesproken moet worden. En dat het zover leidt dat u niet hoeft te vertrekken. Dank u wel.